Het is zo dat wanneer een voorzitter van het parlement afscheid neemt, er een foto van haar wordt gehangen in het parlement. Dat is gedaan tot nu toe met alle andere gewezen voorzitters. Jennifer Gerling Simons, die neemt er na bijkans 24 jaren afscheid van het parlement. Hoogste functie als voorzitter bekleden en nu heeft ze dan ook afscheid genomen door ook een afscheidsspeech te geven. De pers is daarbij genodigd geweest en wij legden voor u het volgend verslag vast. Goed, meneer Teller van Abendi. En dan neem ik niet de kans om namens dus totale media te praten, maar als persoon heb ik veel gehad aan transparantie vanuit het parlement, DNA, TV, etc. Zeker voor nieuwsvervaring. Dus dank u wel daarvoor. De vraag van nu, wat zal de persoon Jenny Simons doen na maandag aanstaande? Ik stel twee die vragen direct. Is het vertrek vanuit DNA ook vertrek uit de politiek voor DNA? En we hebben dat net meegemaakt, dus dat de foto is toegevoegd. Uw foto is toegevoegd aan bijna kan je zeggen zo'n beetje normaal of veel. Is het normaal dat het personeel dat doet of zo de nieuwe voorzitter, niet dus de voorzitter? Ik vraag het, ik weet niet hoe het in het verleden is gebeurd vanavond. Dank u wel, meneer Teller. Dan geef ik het woord aan de voorzitter. Wat ik ga doen? In eerste instantie even proberen, ik zeg proberen omdat ik een bepaald tempo heb in mijn leven en het lukt me niet altijd, maar ik ga toch even proberen een paar weken rust te nemen. Waarmee ik verder ga. Er zijn dingen die ik niet kon doen als voorzitter, maar die waar mijn hart altijd bij is gebleven. De preventieve gezondheidszorg. Onderwijs, afstandsonderwijs, ICT en education, dat zijn allemaal dingen die ik heb gedaan in mijn leven. En bezig geweest met huisvestingsvraagstukken, ja, daarvan heb ik een deel hier kunnen doen, wat wetgeving. Dus er zijn dingen die ik ga doen. Ik ga u hier nu niet een schema kunnen geven van wat ik allemaal ga doen, maar ik zeg u, er zijn dingen waar ik me mee ben blijven bezighouden, maar als voorzitter van de Nationale Assemblée kan je dingen niet met elkaar vermengen. Dus heb ik die dingen moeten parkeren voor een groot deel. En ik denk dat ik daarmee alvast verder aan de slag ga. Of ik in de politiek blijf, ik begin in elk geval, zoals dat hoort, de evaluaties en de zaken dus binnen mijn partij daar bijdrage aan te leveren. Om de uitgangspunten, alles weer scherp te stellen en te kijken hoe dat verder moet gaan. En dan, zoals ik mijn hele leven heb geleefd, dat ziet u het wel. Omdat ik, een van de dingen die me vaak is gevraagd, ook toen ik voorzitter werd, van wat heeft u gedaan om voorzitter te worden? Niks. Ik heb gewoon altijd mijn werk gedaan, zoals ik dacht dat het moest. En dan brengt het leven je waar je moet zijn. En ik leef volgens dat adagium. Ik ga dus gewoon verder met dingen te doen waarvan ik denk dat het een bijdrage levert aan de samenleving. En waarvoor ik een drive voel. En dan zal ik komen waar het leven me brengt. Oh ja, de galerij. Ja, we hebben verschillende momenten gehad. Afhankelijk van in het begin toen het pas werd ingesteld. Er zijn een paar dingen die anders worden gedaan op dit moment. En ik denk dat de veranderingen dus die we hebben gebracht, die zijn niet alleen op groot gebied, maar ook op wat organisatorisch kleiner gebied. Het is goed om de nieuwe voorzitter te laten beginnen met het werk. En dat niet de vertrekkende voorzitter al vlug weer het onderwerp moet zijn van de aandacht. Dus het is goed om het zo te doen. Huh? Bent u benaderd van de voorgenomen coalitie om na maandag te helpen bij het assemblée? Dat is zo ongebruikelijk zijn. Als persoon? Nee, zo ongebruikelijk zijn. En
natuurlijk ben ik altijd bereid, dat heb ik ook gezegd. Als er iets is wat gevraagd moet worden. Mijn mensen hier, laten we zeggen, ik noem ze mijn mensen, de mensen van de Nationale Assemblee zijn deskundig. Ze kennen het klappen van de zweep, dus de nieuwe voorzitter die kan daarop rusten. Maar als er iets moet zijn, als een keertje iets gevraagd moet worden, dan zijn we altijd open om daar antwoord op te geven. Maar ik ben niet benaderd en ik zou het ook een beetje raar vinden als dat het geval zou zijn. Als de verkiezing anders was gelopen en uw partij gewonnen had of in een nieuwe regering was gezet, zou u in de politiek blijven? U doet me die vraag alsof ik nu gezegd heb dat ik niet in de politiek blijf en ik heb dat niet gezegd. Maar ik zou dan waarschijnlijk niet in het parlement, had ik al gezegd. De mensen hier weten dat ik afscheid van ze heb genomen op 30 december. Nou, toen we ons, heb ze gezegd, dit is de laatste. Maar er zijn dingen in de uitvoering die je kan gaan doen. En ik zou dus dat inderdaad. ABC. Mevrouw Simons, in de afgelopen 10 jaar, kunt u zich misschien nog herinneren welke een van de moeilijke vergaderingen was om te gaan leiden? Er zijn altijd moeilijke, een paar, maar ja, de moeilijkere vergaderingen zijn natuurlijk vooral vergaderingen waarbij de gemoederen hoog oplopen, maar dat is meestal niet bij de hele vergadering, het zijn momenten, dus het hoort bij het werk, dus ik zit, laat me dit ervan zeggen, die vraag lijkt op vragen die ik kreeg. Mevrouw Simons, wat waren de hoogtepunten en de dieptepunten enzovoort? Ik meet mijn leven niet zozeer in hoogtepunten en dieptepunten. Omdat, wat zijn hoogtepunten precies? Ja, je kan zeggen, menselijkerwijs bekeken, wanneer je de verkiezing hebt gewonnen en je wordt voorzitter, kan je het een hoogtepunt noemen. Voor mij is dat moment juist de uitdaging die je aanvaardt. En dieptepunten zijn moeilijke momenten in de politiek. Die komen altijd voor iedereen. En dat zijn leermomenten. Dus ik meet mijn leven niet zozeer af aan hoogtepunten, dieptepunten. Als je me vraagt uitdagingen, ja, die zijn er geweest. En momenten waarop het wat makkelijker gaat, soms bereik je een succes, ook geweest. En dat is denk ik bij elk leven zo. En zeker in deze posities waarin je toch wel in een vooruitgeschoven positie zit om dingen te doen. En dat betekent dat ook alle aandacht op je is. En dat is ook niet altijd even leuk, maar dat hoort bij het werk. De reden waarom ik die vraag stelde, ik weet die ochtend van die Alcoa-vergadering, ik las in de media, boos werd gegaan. En ziet u dat als een van de moeilijkste vergaderingen waarbij je zegt van, voor dat moment gooi ik de handdoek in de ring en klaar de verlaten zaal? Wel, de media, ik denk dat ik meestal een goede relatie heb met de media. Maar niet alles wat in de krant staat is waar. En wat waar is, staat ook niet altijd in de krant. Ik las ook ja, dat ik boos was weggelopen. Er was meer aan de hand dan dat en ik heb het al gezegd. Alles wat ik doe in de politiek, daarvoor neem ik de verantwoordelijkheid. En het kan zijn, als ik de informatie heb, waarop ik een besluit neem, ja of nee, kan zijn dat ik na een jaar zeg, hé, maar ik had niet alle informatie of ik heb het niet goed verwerkt of bekeken. Maar zodra ik denk dat ik onvoldoende grond heb onder mijn voeten om een besluit te nemen, dan ga ik het niet nemen. En dat is alles wat ik erover wil zeggen. Wel, meneer Tanara, voor Radio 10. Ik heb een paar kinderen vraag stellen. Maar was van 10, waarom heeft u zichzelf dan kiesbaar gesteld als u al wist dat u niet terug zou komen? Eerder samen heeft u gekritiseerd tegen de politieke dingen staan in de samenleving. Dat is gedrag. Dat is gedrag. Want u weet dat u terug gaat komen, maar dat u mensen op stemmen. Dat is een vraag. En dan weer vraag. Kijk, als, nee, laat me antwoord geven hierop.
als er mensen, zoals dat ook vorige verkiezingen is gebeurd, zijn gekozen en ze worden minister, ze gaan iets anders doen in de uitvoering, gaan ze ook weg uit het parlement. Dat is een normaal ding. Als de partij waartoe ik behoor deel was geweest van een regering, zou ik uit het parlement weggaan. Dat was het plan en dat heb ik gezegd. En omdat ze geen deel zijn van de regering, dat wat ik wilde gaan doen, misschien in de uitvoering, kan ik dat niet doen. En dat is, de partijen en de bevolking hebben die configuratie geschapen. Maar ik heb allang gezegd, van het parlement, 24 jaar is voor mij in orde. Ik heb mijn krachten gegeven, ik moet iets anders doen, maar in de politiek van Suriname, dan stel je als partij je lijst op en de mensen doen mee als teken van ik ben bereid verder te gaan in de politiek. Zij het in het parlement, zij het elders. Ik denk niet dat wanneer iemand zich nu verkiesbaar stelt, bijvoorbeeld als president, dat u tegen die persoon zegt van ja, maar u zou naar het parlement gaan, want u heeft op de lijst gestaan. Nee, zo werkt het niet. Dus de critici, die zijn natuurlijk uit het andere kamp voornamelijk, ja, die zijn de critici. Mag wel, dat is de politiek. Als ik me de hele dag daarmee bezig moet houden, dat doe ik niet. Ik heb mijn weg en ik stippel mijn weg uit, zo eerlijk mogelijk. En ik werk en ik blijf werken. Ik heb gezegd, ik ga verder werken. Maar de kiezers, zowel de partijen, hebben dus bepaald dat ik wel uit het parlement ga. En dan niet in het bestuurlijke. Nou, dan ga ik iets anders doen. Maar ik zou inderdaad niet in het parlement blijven. Maar dat, denk ik, hebben meneer Santoki en anderen precies hetzelfde gedaan. Ze waren niet van plan om in het parlement te blijven. En nu hebben ze een bepaald aantal stemmen en samenwerking, dan blijven ze niet, ze gaan weg. Een deel gaat blijven en een deel gaat weg. Hoe is dat? Waar heb je ambities om het kabinetspost te gaan betreden in de uitvoering? Dus bedoel je dat? Twee, u zegt ook dat ik in de politiek blijf vooralsnog, zegt u, ik wacht in dat stapel, moet ik nog een draf gaan leveren. Wat moet veranderen aan uw partij? Als we kijken naar de zaken die hebben afgespeeld de afgelopen tijden om te komen dat het verkiezingsuitslag kan worden. U zei, en een heel goede vraag, mevrouw Mas, tijdens de bezettingsperiode is er iets gebeurd in uw persoonlijke leven. Heeft u op elk, heeft u op een bepaald moment spijt gehad van, ik wil graag meer tijd daar aan besteden? Wat ik ga doen verder in de politiek en in de partij, dat zal u later horen, want dat gaan we natuurlijk niet hier gewoon even in 2 seconden bespreken. Ja, ik ben door de moeilijkste periode van mijn leven gegaan gedurende deze 10 jaren. Ik heb nergens spijt van. Ik heb wel bepaalde processen waardoor we heen gaan wanneer deze dingen gebeuren, rouwprocessen, heb ik inderdaad moeten verdelen, soms misschien inderdaad onvoldoende tijd gehad om dat te doen. Maar intussen, mijn levensbeschouwing en mijn vertrouwen in het leven, dat wat we meemaken voor ons is, dat heeft me geholpen. En ik moet zeggen, ook de mensen hier, hè, in het parlement, mensen hier, de mensen met wie ik hier heb gewerkt, mensen hebben me ondersteund en ik heb de kracht gekregen om door te gaan ermee. Dus ik denk dat dat zo is. Het leven is soms heel hard, maar je kan niet gaan zitten in een hoek en huilen. Je moet doorleven. Ik heb er alle vertrouwen in, eerlijk gezegd, dat de volgende voorzitter verder gaat met het proces. Waarom? Er zijn geen nieuwe partijen aangekomen in het parlement. Dus de leiding van de Nationale Assemblée, de nieuwe leiding, komt uit diezelfde politieke partijen die al die 10 jaren tijdens het proces hier hebben gezeten, de institutionele versterking. En de institutionele versterking is niet iets geweest wat ergens daar plaatsvond. Het waren dingen die we met elkaar bespraken en soms projectmatig hebben uitgevoerd. Er was ook een project institutionele versterking. Er zijn zaken die
zoals DNA-TV, we samen, dan gaat het naar het parlement, dan nemen we een besluit erover dat we dat moeten doen, et cetera, et cetera. Dat gaat altijd gezamenlijk. We hebben uiteindelijk, na het hele proces van verzelfstandiging, hebben we de wet op het bureau van de Nationale Assemblée aangenomen. Ik heb die wet ingediend met lid Breveld en lid Gayadin. Dus dat is een wet die gedragen is. Dat moet gaan werken. Als men ziet dat men het verder moet verbeteren en aanpassen, dan zal dat ook gebeuren. Maar ik heb dus het vertrouwen dat de mensen die waren hier en de fundamentele zaken die we gedaan hebben voor de Nationale Assemblée, dat verder gaat. Er zijn altijd dingen die elke voorzitter of elke partij die gaat specifieke tinten geven aan dingen. Dat is mag, dat is goed. Maar het algemeen proces van het opengaan van het parlement naar de bevolking toe, want dat hebben we gedaan. Open parlement, meer informatie, meer inzicht, wetgeving online. U kunt feedback geven op de wet online als u tenminste wil. Etcetera. Dat is wat we gedaan hebben en ik verwacht niets anders dan dat verder wordt voortgezet. Ja,